Er zijn verschillende huishoudelijke apparaten die het leven voor ons allemaal makkelijker maken. Maar als je hulpbehoevend bent, is dit misschien geen luxe, maar wel noodzaak. Bijvoorbeeld stofzuigen onder een bank of onder een kast kan heel zwaar worden. Daarom heb je bijvoorbeeld nu de robotstofzuiger. Ik zet hem even aan. En je ziet dat hij begint met stofzuigen. Hij draait om. En gaat zuigen. Ik zet hem ook direct weer even uit, want hij maakt natuurlijk wel wat lawaai. Zo stofzuigt hij het hele huis en komt hij moeiteloos onder de bank door, waar ik zelf moeite mee heb omdat ik moet bukken. De robotstofzuiger is natuurlijk ook niet helemaal zaligmakend, want je moet nog steeds wel in de hoekjes af en toe wat weghalen. Maar voor de dagelijkse stofzuigronde doet hij prima zijn werk. Hij is ook best wel licht, dus je kunt hem makkelijk optillen en zijn afvalbakje legen als dat nodig is. En je hebt heel veel verschillende soorten. Goedkope soorten die door het huis gaan en als ze ergens tegenaan stoten van richting veranderen. Maar je hebt zelfs ook wat luxere versies die je echt in kan stellen waar de meubels staan. Of ook versies die speciaal zijn voor als je honden of katten hebt. Zodat de haren wat makkelijker stofgezogen kunnen worden. Dus voor ons een luxe, voor sommige andere mensen misschien wel noodzaak.